Hier ben ik weer. Welkom terug. Wederom bij een nieuwe vlog. Dit keer op het programma een Audi A5 Sportback in S-lijn uitvoering. In een fraaie donkerblauwe metallic lak. Met het nodige aan zwarte lijsten eromheen bij de ramen. Lekkere 20 inch, 19 inch, 19 inch. Velgen eronder. En deze mag ik de komende dagen gaan behandelen met IGL coatings kwarts. 24 maanden duurzame keramische coating. Velgen gaan in IGL wheel. Een keramische coating voor de velgen voor wasgemak, vuilstotendheid die een stuk hoger is als dat die niet van toepassing is. En het houdt de velgen veel langer mooi en glanzend. Interieur hoef ik niks aan te doen. Die is netjes, want er staat bijna 2600 kilometer op de teller. Dus hij is vrij nieuw. De wagen heb ik inmiddels al gewassen. Ik ga nu beginnen aan een klein beetje lakdieptereiniging, maar ik denk dat dat bijna niet nodig is. En dan ga ik hem één stapje polijsten. Uiteraard nog even droog maken, want ik heb hem net gewassen. En dan deursporingen even uitnemen, de sporingen van de achterklep even uitnemen. Zodat ik zeker weet dat de wagen morgen droog is. Het bekende verhaal, vind je het leuk om de vlog te volgen? Dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. De Audi inmiddels droog gemaakt, velgen eraf gehaald. Sorry, de banden eraf gehaald. Nee. De wielen eraf gehaald, want een velg plus een band maakt een wiel. Dus de wielen zijn er vanaf. Ik ga één stapje polijsten. Want er zitten, ondanks dat die splinter nieuw is, heb je in opgedroogde regendruppels laten kalk achter. Dus ik ga nog één stapje polijsten. Om de echte laatste vervuiling ervan af te halen. En dan laat ik de wagen voor wat het is. Dan ga ik door met de velgen. Want de velgen moet ik voor de rest nog aan de binnenkant nog schoonmaken. Voordat ik ze dan in de coating kan zetten. Ik weet nog niet of ik dat vandaag nog ga doen of morgen. Ik weet het niet. Ik moet even kijken. Ligt eraan een beetje aan hoe de planning voor de rest van vandaag doorloopt. Mooie kleur blauw. Dat is wel een van mijn favorietste kleuren. Donkerblauw of in ieder geval een donkere kleur. Dat geniet mijn voorkeur. Of het nou een hele donkerbruine, die bekende koffiekleur, of zwart, of donkerblauw, of heel donkergroen, of donkerrood. Ja, dat vind ik toch wel de mooiste kleuren voor een auto. Ik heb niet zoveel iets met zilver. Ondanks dat zilver een waanzinnige mooie lak en contouren kan geven aan een auto. Goed, weer de nodige onzin gespruit. Ik zou zeggen, met een bakje koffie of een bakje thee, whisky of een colaatje. Ik zou zeggen, volgen.
Zo, polijswerk zit erop. Het is inmiddels lunchtijd. Even een bammetje naar binnen werken en dan gaan we door met de velgen. Ook voor velgen geldt eerst ontvetten voordat je de coating plaatst. En dat kun je zelf, want die setjes zijn eigenlijk gewoon te koop ook in mijn webshop van IGL. Heet de IGL Coatingswiel. En zit benodigd alle ingrediënten die in de doosje zitten om een fraaie velg te kunnen creëren. In de trend van vuilafstotendheid, waterafstotendheid en glansbehoud. Ook in het pakketje zit ook IGL Precoat. Dat is de ontvetter die je gebruikt om... Na het reinigen van de velgen eigenlijk alle restanten van vettigheid te verwijderen. Heel belangrijk voor een goede optimale hechting van de coating. Of zelfs waxen op je velgenwaxen die ook nog bestaan. De velgen had ik inmiddels al wel schoongemaakt. Zo, wielbed, het velgbed. Dan loop ik hem nog. Eén keer even na zo van de nevel van de spuiten van de achterkant af. Deze velg is nu inmiddels klaar voor de coating. Ik ga nu even de andere drie doen. IGL Coatings Wheel. Goed. Begin altijd als je gaat smeren op een velg, altijd bij je ventiel en dan met de klok mee. Kun je nooit dingen vergeten of overslaan. Zo, de achterkant had ik al, het velgbed had ik al gedaan bij alle vier de velgen. Alleen de voorkant wil ik nog even laten zien. Wat doet glascoating of keramische coating nu exact op je velgen? Kijk naar de volgende beelden en dat geeft je dan een goede indicatie van wat de bedoeling is en wat de kracht is van een keramische coating op je velgen. Deze kan nog even een paar minuten drogen voordat ik het ga uitpoetsen. En dan over 2 uurtjes... gaat de volgende laag erop. En dan is deze velg weer beschermd voor de komende tijd.
zonder velgenreiniger, schoon. En waterafstotendheid. Na gisteren toch maar de velgen schoongemaakt en in de coating gezet, wordt het tijd voor coating aanbrengen op de lak. En zoals een goede procedure hanteert, is altijd eerst even ontvetten met het bekende IGL Precoat. Na het afmaken van het ontvetten wordt het tijd voor coaten. Eerste laagje bij kwarts. Kwarts gaan altijd twee laagjes op. Met een tussenpauze van een aantal uurtjes. Paneel 1 staat in de coating, even laten drogen en dan uitpoetsen. Nu de motorkap. Zo, daar zijn we inmiddels een poosje verder mee. Ik noem het altijd even ogen resetten. Even de felle verlichting uit je ogen. En dan onder ander licht je resultaat bekijken. Dus ik sluit er altijd even voor 5 seconden mijn ogen. Reset je je ogen qua lichtinbreng. Controleren, kijk. En nu heb ik een heel ander zicht op het materiaal. Want elke reflectie en elke lichtsterkte geeft de contouren weer met wel of niet goed uitgepoetste delen, om highspots te voorkomen. En met deze verlichting van 6000K krijg je op een gegeven moment, na een aantal uurtjes, krijg je zelf een bepaalde waas voor je ogen, voor hetgeen van de overbelichting op je irissen en op je pupillen. Dus het is goed om af en toe even rust te nemen. Dus je ogen sluiten, reset. Ik noem het ogen resetten. En dan het licht absorberen zoals het is. Goed. Paneel had ik ondertussen al in de coating gezet. Die is nu al een aantal minuutjes aan drogen. Dus die kan ik zo meteen uitpoetsen. En dan ga ik de zijkanten pakken. Dus de dakstijlen. Ik heb dak gedaan, maar nu de dakstijlen. Met het achterpaneel. En dan kan de wagen omhoog om de zijkanten aan te pakken. En uiteraard de klep nog even. Mooie kleur dit, echt een mooie kleur. Zo, hij staat nu volledig in de coating. Dit moet ik even uitpoetsen. Deze moet ik zo uitpoetsen. En dan is dit de eerste laag en zit erop. En dan straks de tweede.
Zo, we gaan voor ronde 2. Nieuw applicatiedoekje. Het laatste paneel in de coating zetten. Dat is de bestuurdersdeur. Een aantal minuutjes laten drogen. Curen in laten trekken. Hoe je het ook noemen wil. En dan uitpoetsen. Het lijkt zo simpel. Echter moet je wel weten wat je mee bezig bent. Zo, we zijn zodanig in tijd verder dat ik besloten heb om maar vast toch even de wielen erop te zetten. Zodra ik alle wielen erop gezet heb, dan loop ik het dus nog even na met de momentsleutel. En dan de grijze kapjes erop. Bandendressing en dan is dat gedeelte ook klaar. De velgen staan zowel aan de binnenzijde als velgbed, als de voorzijde in de keramische coating. Dus die blijven voorlopig met goed netjes onderhoud, blijven ze mooi en schoon. Zo. Straks nalopen met de momentsleutel. Dit vind ik wel ideaal. Het voorkomt een slechte look van verroeste wielbouten. Dan zijn deze natuurlijk vrij nieuw. Maar zo. Nog 3 te gaan. En is dat ook gedaan. Ontvetten van de ruiten voordat ik de coating erop ga zetten. De Audi A5 Sportback in S-Line Trend is klaar.
Ik heb de afgelopen dagen bezig geweest met exterieur aanpakken. Dus een handwas, lakdieptereiniging, polijsten, ontvetten en eigenlijk in de IGO kwarts gezet. Ik heb de velgen heb ik gedaan en in de coating gezet. Bandjes gedaan, ramen in de coating, interieur even uitgestofzuigd, ramen aan de binnenkant. Ja, dat even in een notendop. De Audi is klaar en ik kan terug naar de eigenaar. Rest mij alleen nog te zeggen, wederom weer hartelijk dank voor je belangstelling. En je krijgt van mij nog uiteraard nog het bekende rondje van de zaak. En dan hopelijk zie ik je weer bij de volgende video. Ciao.